Hey, hoe is ie? Lekker. Ja, goed man, met jou? Ja, Zeker. prima. Vermaak je een beetje? Ja hoor, we trainen elke dag, we zijn lekker bezig en ook wel natuurlijk uitrusten, maar ik vermaak me wel. Wat doe je elke dag? Ik train elke dag met de personal trainer ook, af en toe met een vriend, doe ik kickboksen, train veel voor mezelf, ik fiets, hardlopen en doe gewoon lekker mijn oefeningen thuis. Dus ik ben wel elke dag wel bezig. En verder, een beetje gamen of. Ja, ik game thuis. Ik moet zeggen, ik heb één keer mijn vader geholpen. Hij heeft een frietzaak in Haarlem. Ik heb één keer thuisbezorgd voor hem gedaan. Hij heeft het natuurlijk nu best druk, omdat alles dicht is. Dus dan mocht ik het eten wegbrengen, voor de deur neerzetten en wachten tot de mensen open doen. En dan, ja, eet smakelijk zeggen en ga je weer naar het volgende. Kreeg je nog leuke reacties? Ik Dus ken ik die heb, mensen, hè? nou, daar word je niet echt erkend of iets. Ah, dat. Dus daar heb ik niks van meegelegd. Ik denk als ik in Enschede of iets had gedaan, dat het dan anders was. Maar ja, het was wel leuk om even te doen. Ik vond het niet erg. Nee, snap ik. Ook even wat anders. Ja, zeker, zeker. En voor de rest, ja, je kan niet veel, hè. Ik zit in quarantaine, dus ja, veel binnen zitten. Af en toe komt er een vriend langs of iets. Nou, gewoon lekker relaxen, lekker voor mezelf trainen, fit blijven. En dat is het eigenlijk een beetje. Mis je het voetbal een beetje? Ja man, echt. Ik kan niet wachten tot ik weer lekker op het veld kan staan met de boys. En gewoon lekker kan keepen. Want ja, je wilt natuurlijk wel dat balgevoel inhouden. Dat je lekker bezig bent. En ook natuurlijk met de jongens, met teamgenoten. Dus het is ook echt prachtig weer. Het is echt heerlijk om te Ja, trainen nu ja. buiten. Om lekker te voetballen. Maar het is helaas niet anders. Nou, hopelijk weten we vanavond meer. Ja. Hey, we Ja hebben man. op Insta mensen gevraagd of ze vragen in wilden sturen. Dus ik Ja. heb er volgens mij 9 leuke uitgepikt. Er Nou, werd kom ook maar 100 op. keer gevraagd wat je lievelingsredding is. Nou, die Mijn heb je al. lievelingsredding. Of ja, je mooiste redding. Mooiste redding van dit seizoen of van al die jaren van Twente? Nee, je mooiste redding van al je jaren. De mooiste redding. Ja. Ik weet niet, maar ik denk misschien die vrije trap van Ziyech tegen Ajax en dat ik in een rebound weer pak volgens mij van Huntelaar. Ik denk dat dat wel een van de mooiste reddingen was. Maar ja, het zijn natuurlijk wel meer. Heb je ook nog wel eens momenten dat je bijvoorbeeld soms eens een flits voor je ziet of zo van de vrije trap? Nee, dat Of heb ik van een niet redding echt. bedoel ik? Nee, ik heb dat nooit echt. Ook niet na een Bedoel je dat wedstrijd. het vaker, dat het vaker voorkomt, of hoe bedoel je Ja, nou precies? ja, dat je gewoon nog door de week een keer denkt van, oh ja, die bal toen of zus of zo. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Bij mij is altijd als ik een wedstrijd speel, is gaat altijd als je met de bus of je gaat naar huis gewoon, dat je altijd je hoofd terug gaat halen naar de goede dingen, maar natuurlijk ook naar de mindere dingen. Weet je, wat kon ik daar beter doen? Hoe kon ik dat beter doen? Weet je wel? Dus ja. Altijd, ik analyseer mezelf altijd wel naar de wedstrijd en op een gegeven moment ga je altijd, in de loop van de tijd, van de week, ga je met Sander ga je de beelden terugkijken. En dan kijken wat goed was gegaan, kijken wat minder goed was gedaan. Wat je beter kon doen, wat je hier moest doen, weet je wel. Dus dat doe ik sowieso wel iedere week. Oké, mooi. Oké, de eerste vraag is van Jur Tankink. Hij keept ook in de jeugdacademie bij Twente. Heb je rituelen voor een wedstrijd? Iets wat je altijd doet, bijvoorbeeld. Ja, je probeert altijd wel hetzelfde liedje een beetje af te spelen. Pak sowieso goed mijn rust. Soms speel ik zo'n potje Fortnite of zo, dag voor de wedstrijd. Op wedstrijddag. Goed eten. Vanmiddag dutje. Lekker uitrusten. Beelden kijken van de club waar je tegen speelt. En dan ja, gewoon naar de wedstrijd. Ja, goed eten, wat ik net al zeg. En heb je ook nog gekke dingen als bijvoorbeeld de eerste linkerschermen schermen Ja. dan de rechter of? Nee, dat heb ik niet echt. Misschien dat ik me eerst mijn rechter voetbalschoen of mijn eerste rechterhandschoen aantrek. Maar op zich maakt me dat niet echt uit. Ik ga nooit dag van tevoren naar de kapper. Moet altijd een dag tussen zitten. Oh ja, dat heb je al verteld, ja. Die ritueel heb ik van mijn vader. Ik weet ook niet waarom, maar sindsdien heb ik dat ook ingehouden. En nou, ik heb niet echt van die bijen geloof ik. Ik neem altijd wel een handdoekje mee.
het veld op. Ja, waarom is dat? Iemand die Ook. voegt dat ook. Ja, als het regent of zo, dan je handschoenen heel nat. Dan kan je ze even drogen. Ja, ik had het vorig jaar in de keukenkampioendivisie gedaan. En toen wonnen we heel veel wedstrijden. En, ik heb erin gehouden. Er is wel een beetje bijgelopen. Een beetje bijgeloop van geworden, zeker. Oké. Maar ja, wel leuk. De volgende. Wie is de beste keeper van de spelers? Vraagt Jort. Ja, ik hoorde Sandro altijd wel over. Dat hij, als er een keeper uitvalt en de tweede keeper ook, en dan moet er een speler of zo in, dat hij wel de handschoenen aan zou trekken. Dus ik denk, misschien Sandro kan wel een balletje vangen. Oké. Okay. Af en toe ook, doen we wel eens ook voor de training even inschieten met Jeffrey en dan even polletjes, weet je, aan de handen. Schieten en doet hij af en toe even mee. Oh, dus, ja, dus Sandro. Sam Waanders vraagt, hoe ga je om als je een blunder hebt gemaakt? Ja, vroeg toen ik jong was, ging daar ja, moeilijker mee om dan nu. Dan bleef ik een beetje in hangen en dan ga je denken en dan, ja, dan zit je niet meer echt in de wedstrijd. Maar ja, als ik nu een fout zou maken, je moet het gewoon vergeten, want je moet door. Die, moet je gewoon denken, die volgende bal pak je. Anders kom je alleen maar in een teleurstelling en dat is niet goed. Dat is niet goed voor jou, niet voor het team, voor niemand is dat goed. Dus je moet positief blijven zijn en gewoon hard blijven werken. En gewoon focus op de volgende bal. Oké, okay. Goeie tip. Remy Breed vraagt, heeft de kritiek die jij kreeg als jongere keeper jou een betere keeper gemaakt? Ja, sowieso. Dat, als jonge jongen, je kreeg veel kritiek, je kreeg veel te horen. En als jonge jongen is dat wel lastig, maar je wordt er wel een volwassen iemand van. Je wordt er wel groter van. En van die tegenslagen ga je alleen maar van leren. Dus ja, uiteindelijk pakt het alleen maar beter uit voor jezelf. Even kijken. Hielke Schoenmaker vraagt, wat vind je tot nu toe de mooiste sfeeractie? De mooiste sfeeractie, ja. Ik moet zeggen, vak P komt altijd echt met hele mooie dingen. Maar echt de mooiste, ik denk tegen PSV dat we weer terug waren in Eredivisie. Dat was echt bizar hoe groot de spanning. Dat was gewoon het hele stadion. Echt niet normaal. Echt, als ik daar weer aan denk, krijg ik echt kippenvel. Echt. Dat was echt onbeschrijfelijk. Ja, vet. Ja, echt. Justin vraagt, wat is de beste keepersoefening die je vanuit huis kunt doen? Zo. Ja, je buikspieren trainen, dat is altijd goed. Want je moet snel als je valt opkomen. Dan zit altijd een buikspieroefening in. Als keeper lenigheid blijven trainen. Strekken, rekken, strekken. Maar de beste oefening. Ja, misschien dat je tennisballen of zo pakt. Dat je goed je hand-oogcoördinatie. Dat is ook altijd belangrijk als keeper. En ja, je laat er vallen en snel opstaan. Kruispas opstaan. Dat is een keeperstechniek. In je achtertuin. In je achtertuin, ja. Ik heb hier nou, voortuin. Ik heb een klein kunstgrasveld hier. Dus ja, ik kan hier wel lekker gaan ik kan hier wel lekker trainen. Ah, nice. Niels Barels vraagt, spreek je nog oud-ploeggenoten? Van Twente of van andere clubs? Van Twente. Ja, zeker. Asedi spreek ik regelmatig. Tom Boeren heb ik ook nog contact mee. Ja, af en toe hier en daar Snapchat of een appie of weet je wel. Heb je iets van Instagram of wat dan ook. Als je iets ziet of dat je even met elkaar bericht. Dus een beetje van dat, man. Oké. Bente de Graaf vraagt, met welke teamgenoot zou je wel in quarantaine willen zitten? Met welke teamgenoot? Ja, dus je moet een teamgenoot ik zou... kiezen. En dan moet je echt gewoon, elke dag zit je daarmee opgeschreven. 24-7 zit je gewoon met ja. elkaar. Ik denk met Jeffrey. Jeffrey is sowieso een hele goede vriend van mij. En, we spelen ook wel eens Fortnite met elkaar. Dus dan worden het gewoon twee tv's naast elkaar en lekker gamen. En je voelt het misschien al aankomen. Met wie zou je totaal niet in quarantaine willen zitten? Uit je team. Ja, uit de selectie nu. Wie zou jou helemaal gek maken? Ja, ik weet niet man, dat is een lastige. Maar, je hoeft hem persoonlijk niet per se irritant te vinden, maar meer, nee. meer in de zin van wie is bijvoorbeeld altijd druk of weet ik wat. Oh, helemaal niet over nagedacht, maar het is wel lastig hoor.
als ik met Noah. Noah is wel een druk te maken. Misschien met hem. Ja, ik denk als ik met hem alleen maar hier zit, dat we dan op een gegeven moment gaan stoeien met elkaar. Oké. De laatste vraag is dit. Van Julius Vreeman. Wat is je droomclub? Dus nu mag je grootste denken als je maar wil. Ja, een droomclub is Real Madrid voor mij. Dat is wel echt een droomclub. En natuurlijk ook in Engeland, Liverpool, Manchester United, City. Er zijn zoveel mooie clubs in de wereld waar je zo graag zou willen spelen ooit. Maar gewoon een van de topclubs. Maar, ja, dan als ik echt mag kiezen, dan denk ik wel Real Madrid. Oké, vet. Maar je bent er doorheen gekomen. Ja, dit zijn al die vragen. Dit waren ze allemaal. Ja, ja, het viel nog wel mee. Ja, toch? Ja, er zitten altijd wel een paar leuke tussen. Ja. Hey, Joel, bedankt. Jij bent... Ja, geen dank, man. En, geen probleem. Blijf lekker veilig thuis. Ja, dat doen. En hopelijk tot snel. Ook voor de fans, iedereen. Ik hoop dat jullie allemaal snel weer, dat het allemaal weer goed is. Iedereen gezond blijft en dat we weer snel de grootste festival kunnen krijgen. En dat we nog mooie wedstrijden kunnen maken dit seizoen. Precies. Nou, ja, mooie woorden. Thanks, Joel. Is goed, man, Daan. Ik spreek je. Geen dank en... We zien elkaar, ja? Is goed, ajoe. Is goed, ciao, hoi.